allemaal. Vandaag ga ik een video opnemen waarin ik mijn haar ga krullen. Want dat doe ik toch op een andere manier dan toen ik lang haar had. Ik doe het niet zo vaak, maar als ik het doe, heb ik wel een beetje een standaard manier. En deze keer ga ik nieuwe producten van de André Lon Pink lijn gebruiken. Omdat, ja, die heb ik binnengekregen en die ga ik eventjes uitproberen. Ik ben over het algemeen altijd wel heel erg tevreden over André Lon, over de haarproducten. Dus ik denk dat deze ook wel weer heel fijn zullen zijn. Maar jullie gaan vanzelf zien wat voor effect het geeft. Als eerste ga ik deze Make It Shine Oil Spray gebruiken. Oftewel een oliespray. Ik kan dat woord echt niet goed uitspreken in het Engels. En deze is dus ook van de Pink Collection. En behalve dat deze je haar een hele mooie glans geeft, zit er ook een hittebestendigheid in. Wat betekent dat als je daarna je haar gaat feunen of krullen of stylen, met een apparaat wat dus hitte afgeeft, dat je haar beschermd is daartegen. Die ga ik nu dus even van tevoren gebruiken. En je moet hem wel goed schudden, want ik heb het net al een beetje gedaan. Maar anders zie je hier heel duidelijk een doorzichtig laagje. En daaronder roze. Maar dat moet zich goed vermengen. En vervolgens kun je het gewoon direct op je haar sprayen. En het is op handdoek droog of op droog haar. Er staat ook nog een styling tip op de achterkant. Dat vind ik altijd heel leuk aan de producten van André Lon. En daar staat dat je voor extra glans na afloop je haar kunt feunen door van boven naar beneden. Dus dan gooi je je haar naar beneden en dan kun je het zo feunen. En dan krijg je ook gelijk meer volume en dus als het goed is ook meer glans. Nou is mijn haar al vrij droog zoals je kunt zien. Dus wat ik wel ga doen voordat ik het ga krullen is even met deze feunborstel er doorheen. Omdat ja, misschien dat het dan inderdaad nog wat mooier glanzend wordt. Nou, nu is mijn haar in ieder geval helemaal droog. En dat is natuurlijk wel belangrijk als je daarna met een krultang je haar gaat krullen. Want als je een natte pluk over zo'n heet apparaat doet, dan kan je haar gewoon heel snel verbranden en beschadigen. Wat ook fijn is, is dat je het gelijk een beetje zo naar binnen kunt borstelen eigenlijk. En door de hitte blijft het dan een beetje zo naar binnen vallen. En dat vind ik met mijn kapsel wel mooi. Maar goed, nu ga ik dus krullen, want ik heb zin in krullen vandaag. Nu pak ik mijn krultang erbij. En deze vind ik echt heel erg fijn. Wat ik voorheen altijd deed met mijn lange haar was alles naar buiten krullen, al het haar. Nu vind ik het mooi om een beetje af te wisselen voor een natuurlijker effect. Dus ja, we gaan maar gelijk beginnen. Zoals je kunt zien loopt de krul dan wat wijder aan de bovenkant en dan steeds smaller naar de onderkant. Dat geeft wel een natuurlijk effect. En die houd ik iets van 8 seconden erin. Het ligt eraan hoe sterk je krul wilt. Ik wissel ook een beetje af in de grootte van de plukken. Ik ga nu steeds voor het naar buiten krullen en zo meteen pak ik de andere plukken en die krul ik dan juist naar voren. En de andere plukken die nog stijl zijn, die ga ik juist naar voren krullen. Ik begin nu dus met de bovenste laag en zo gaan we de onderste laag doen. Eventjes de bovenste laag naar achter gedaan, zodat ik ook weer bij de onderste laag kan. Het kan natuurlijk allemaal een stuk perfecter, maar ik vind het juist leuk om het op een zo snel mogelijke manier toch leuker uit te laten zien. Want ja, als ik realistisch ben, doe ik het anders gewoon een stuk minder vaak. Dan gaan we natuurlijk de andere kant ook doen. Zo, en nu heb ik eigenlijk alles al gekruld. Het enige wat ik nu nog doe is even alles nalopen op echt hele steile stukjes. En die doe ik nog een keer. En wat ik wel altijd wat mooier vind is als er wat meer volume bovenop zit. Dus ik pak daardoor nog een paar bovenste plukken. En die ga ik aan de bovenkant nog even extra goed in de krul zetten. MUZIEK
achterkant is altijd heel lastig. Dat doe ik altijd een beetje op gevoel, maar dat kan ik eigenlijk niet zo goed zien. En als laatste ga ik nog een ander nieuw product van de André Lon Pink lijn gebruiken. En dat is de Make It Shine crème. En deze zorgt voor een pluisvrij resultaat. En nadat ik een krultang of zo heb gebruikt, heb ik altijd wel een klein beetje last van pluis. En dan is het natuurlijk wel zo mooi als je dit even gebruikt. Ik breng hiervan gewoon eerst een beetje op mijn handen aan. En dan verspreid ik het tussen mijn vingers. En dan kneed ik het een beetje in mijn haar eigenlijk. Trouwens echt heel erg lekker. En ik zie ook wel dat het gelijk weer nog wat meer gaat glanzen. Dat vind ik wel mooi. Nou, dan was dit eigenlijk de look die ik aan jullie wilde laten zien. Gewoon een simpele gekrulde haarlook die je echt heel erg snel kan maken. En die gewoon iedereen kan maken. Ik vond allebei de producten erg fijn werken. Ik had wel het idee dat de spray echt goed heeft beschermd tegen de hitte. En mijn haar voelde ook gelijk lekker zacht aan. Waardoor het ook heel erg makkelijk was om mijn haar om de krultang heen te wikkelen. Dus wel een aanrader wat mij betreft. En deze ook, alleen al omdat hij gewoon ontzettend lekker ruikt. En het zijn natuurlijk ook budgetproducten, dus ik vind ze zelf heel erg fijn. En ik denk dat ik ze wel echt regelmatig ga gebruiken. Dan was dat het. En ik hoor graag of jullie het leuk vonden om eens een keertje iets met mijn haar te zien. En als je nog vaker zoiets wil zien, laat het dan ook even weten. Tot de volgende keer. Doeg! Ik heb vaker panterprint gedragen, maar meestal dan zo'n grijze panterprint. En als het bruin was, echt bijvoorbeeld een riempje of zo. En nooit zo'n hele blouse. En als je van dichtbij de print bekijkt.